Van de controle op blauwalgen in ons zwemwater tot extra water voor de boeren tijdens de extreme droogte. Van de eerste waterzuivering tot het plaatsen van vloedschotten tegen hoogwater in Dordrecht. En van de aanleg van natuurlijke oevers tot innovatieve methoden om de veiligheid van onze dijken te testen. Een inkijkje in het werk van het waterschap Hollandse Delta. Het waterschap is van groot belang. Heel simpel gezegd, we zorgen voor schoon water, voldoende water en veiligheid tegen overstromingen. Maar dat kunnen we niet alleen en daar moeten we voor samenwerken met andere organisaties, met bedrijven en ook met inwoners in ons gebied. We zorgen voor sterke dijken, zodat het gebied niet overstroomt, maar we doen veel meer. We zorgen ook voor goede waterkwaliteit. Ten eerste zuiveren we het rioolwater, maar we controleren ook het zwemwater. En we zorgen ervoor dat in de sloten en in de vaarten bij ons in het gebied het water van een dusdanige kwaliteit is, dat er ook planten en dieren goed in kunnen leven. We staan hier in de Elzen en wat we hier gedaan hebben is, we hebben de watergangen die hier al waren, die hebben we verbreed en vlakker gemaakt. En de reden daartoe is om de waterkwaliteit te verbeteren en ook dat dieren en planten meer ruimte krijgen om te kunnen ontwikkelen. Waterpest, een algemene plant, maar die geeft in ieder geval zuurstof aan het water. De oevers waren dus eerst steil, die ga je veel flauwer maken. En doordat je flauwer maakt, kan je meer water kwijt. Als het water stijgt, heb je een grote oppervlakte waar het water kan verspreiden. En het voordeel van een flauwere oever is dat er ook veel meer waterplanten kunnen groeien, die allemaal een verschillende drooglegging nodig hebben. Dus je hebt een veel grotere diversiteit van planten en je kan meer water kwijt en dat is goed voor de waterkwaliteit. Ook goed voor de zwanen die daar zitten. Duurzaamheid is steeds belangrijker voor ons. Het gaat erom hoe voeren wij ons werk uit. We kunnen gewoon zorgen voor veilige dijken en zeggen dat we dan klaar zijn, maar dat kost ook energie. En voor ons is een vraagstuk, wekken we die energie zelf op of kopen we hem groen in? En we proberen ook toe te werken naar een circulaire economie. Voor ons betekent dat bijvoorbeeld dat we de bacteriën die we gebruiken in onze waterzuivering, nadat ze dood zijn gegaan en hun werk hebben gedaan, ook weer gebruiken om energie uit op te wekken in biovergistingsinstallaties. Want dat is waar we naartoe werken, naar een circulaire economie. Door deze leiding komt al het rioolwater van de gemeente Dordrecht op onze zuivering terecht. Onder andere is dat het rioolwater uit badkamers, wc's. Je wil niet weten wat erin zit. Bij droog weer komt hier ongeveer 3 miljoen liter per uur op onze zuivering binnen. Bij regenweer is dat ongeveer 9 miljoen liter per uur. We staan hier bij de actief sliptank. Al het rioolwater wordt hier in contact gebracht met de bacteriën. Door deels zuurstof toe te voegen, zorgen we ervoor dat bacteriën alle vuiligheid uit het rioolwater opeten. In deze tank bezinkt het slip naar de bodem en het gezuiverde water stroomt hier over de rand weg. Na 24 uur stroomt het gezuiverde water hier weer de rivier op. Ik ben hier op strandje bij de Merwelanden voor het testen van het zwemwater. Daarbij testen we op bacteriën en op blauwalgen. Dat doe ik door deze stok met het flesje in het water te doen, te vullen en daarna gaat deze naar het lab. In het water kunnen verschillende bacteriën zitten, zoals de poepbacterie. Ook kunnen de blauwalgen in het water zitten. Als je deze binnenkrijgt, dan kan je daar ziek van worden. Als de resultaten fout zijn, dan komt er een bord te staan met een waarschuwing dat hier niet gezwommen mag worden. De afgelopen zomer was een erg droge periode waarin het hele lange tijden niet heeft geregend. En dat was hard werken voor ons. We hebben overal geprobeerd om het zoet water naartoe te krijgen, zodat de landbouw voldoende water had om te gebruiken voor de beregening van de gewassen, maar ook voor de natuur, zodat die niet verdroogde.
Dat ging niet vanzelf. We hebben bijvoorbeeld mobiele pompen moeten gebruiken. En we hebben ook onze dijken extra moeten inspecteren, zodat we wisten dat ze veilig waren in het stormseizoen. Ik heb nog nooit zo'n droogte meegemaakt. Voor het waterschap Hollandse Delta was het deze zomer een uitdaging om ervoor te zorgen dat het waterpeil hoog genoeg was, dat het water goed verdeeld werd en dat de kwaliteit van het water in orde was. Waterschapper Robert Chittis was hele dagen op pad om alles op orde te houden. Nou, zo'n dag als vandaag ben ik eigenlijk vliegende kiep. Ik rijd van hot naar her om problemen met het water op te lossen, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied. Ik ben nu momenteel het rooster van het park Wijzicht aan het schoonmaken. Hier ligt normaal gesproken heel veel stedelijk afval voor, zoals blikjes, plastic. En dit doe ik 2 keer in de week om de doorstroming op gang te houden. Het waterpeil is goed. Hier achter u ziet u een vijverpartij. Die wordt gevoed vanuit de Oude Maas. Vanuit de Oude Maas hebben wij een inlaathevel en die verzorgt een heel groot van het waterstelsel hier in Dordrecht. Alles staat met elkaar in verbinding. We rijden nu naar Pichel om te kijken of er voldoende water de polder in komt vanuit de rivier. We staan hier aan het spui met een mobiele pomp om de agrariërs van extra water te voorzien. Omdat zij momenteel heel veel aan het beregenen zijn voor de gewassen. Dus helpen we de agrariërs een handje met extra water in te laten. Ik ben hier bezig om de plantengroei die op dit rooster komt weg te halen, want anders verstopt de boel. En wij controleren dit elke dag, want anders spuit het water alle kanten op. Ik rij nu naar de stuw, kijken of dat die niet verstopt zit. De doorstroming is zo belangrijk omdat dat je kwaliteit waarborgt. Omdat de watertemperatuur ook niet te hard oploopt. En ook voor het zuurstof, voor de flora en de fauna. We hebben gelukkig alles onder controle. De droogte van het afgelopen jaar is een voorbeeld van klimaatverandering. We zien ook dat er steeds heftigere regenbuien in ons gebied vallen. En ook daar moeten we als waterschap hard aan werken om te zorgen dat we dat regenwater kwijt kunnen. Dat doen we deels door met gemeenten afspraken te maken over waterberging en hoe vang je het op in het gebied. Maar ook met agrariërs moeten we de gesprekken aangaan over de teelt van hun gewassen. Wat kan wel en wat kan niet? Klimaatverandering staat niet stil en gaat de komende decennia door. Dat betekent dat we ons werk altijd aan zullen moeten passen aan de nieuwste inzichten. We staan hier op een stuk dijk, 8 kilometer ongeveer, ten zuiden van Spijkenisse. In het komende half jaar gaan we hier metingen uitvoeren om de dijkveiligheid in kaart te brengen. En dat doen we onder andere met een drone en met een quad. De quad zit vol meetapparatuur en met deze quad rijden we systematisch over de dijkvakken. Eigenlijk als een soort grasmaaier. En daarmee brengen we de status van de dijk in kaart. Dit zijn onze speciale scanners. Die meten bodemvocht tot ongeveer 1 meter diep. En dit is een GPS-antenne. En die vertelt ons heel nauwkeurig waar we gemeten hebben, zodat we achteraf een hele goede kaart kunnen maken. Dit is de resulterende kaart van de ruwe metingen. Wat je ziet is heel veel bolletjes. Dat zijn allemaal metingen. In feite komt het erop neer hoe roder het bolletje, hoe droger. En hoe blauwer het bolletje, hoe natter.
voordelen van dit systeem is dat je meet op afstand. Je hoeft niet te boren of in de dijk te gaan graven. Een ander voordeel is dat je vrij snel werkt. Je kunt een aantal kilometer per dag inmeten. En je meet elk stukje dijk. Dus je hebt een volledig beeld van de status van je dijk. Met infraroodbeeld meten we de oppervlaktetemperatuur van alles wat we vanuit de drone zien. Dus onder andere watertemperatuur, temperatuur van de bekleding, van de dijk, van het gras, noem maar op. Het voordeel is dat je eigenlijk heel snel onregelmatigheden in de dijk in beeld kan brengen. Dus als er iets met de dijk aan de hand is, plaats waar de dijk bijvoorbeeld verzwakt is, dan gaan we dat ook op dat infraroodbeeld terugzien. Dit is een voorbeeld van wat we met de drone kunnen meten. Links zie je de normale foto, dus eigenlijk een soort luchtfoto uit de drone. Rechts zie je het infraroodbeeld, met daarop een heel opvallende zwarte plek. Dat was een heel vochtige plek op de dijk. Die zie je links eigenlijk helemaal niet terug. Dus dat betekent dat je met de drone eigenlijk heel veel meer ziet met die infraroodcamera dan wat je met het blote oog kan zien vanaf de dijk. Met de data die we verzamelen vanuit de drone, vanuit de quad, we gaan die data combineren en hopelijk vinden we daar een hoop verbindingen tussen. Daar kan het waterschap straks eigenlijk heel goed mee gaan kijken wat er op dit stuk dijk aan de hand is. Dat is wel de toekomst, want daarmee werk je toch effectiever en efficiënter. We moeten samenwerken met andere partijen, zoals bijvoorbeeld gemeentes, maar ook met universiteiten, met bedrijven, om die klimaatverandering en ook andere ontwikkelingen in de samenleving het hoofd te bieden. In de jaren 90 dachten we met de realisatie van de Maaslandkering dat we de komende decennia veilig waren tegen overstromingen. We weten inmiddels dat de klimaatverandering doorzet, dus het eiland van Dordrecht blijft voor ons een gebied wat speciale aandacht nodig heeft. Dordrecht, hemelsbreed bijna 50 kilometer van zee. En toch heeft het eiland van Dordt een eeuwenlange geschiedenis van strijd tegen het water. Nog steeds liggen bij veel inwoners de zandzakken klaar voor gebruik. Want het eiland van Dordt is nu eenmaal kwetsbaar bij hoogwater. De dreiging komt hier in Dordrecht van twee kanten. Aan de ene kant vanuit de rivier. Aan de andere kant vanwege de zee. Hoge rivierafvoer in combinatie met storm op zee, die samen, dat vormt de grootste bedreiging. En daarom is dit zo'n kwetsbaar punt. Dit is de Voorstraat in Dordrecht. En je zou het niet zeggen, maar dit is dus een dijk. En een hele belangrijke dijk. Want kijk maar. Als het mis dreigt te gaan, het rivierwater stijgt, dan komt het water hierheen. En deze dijk is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat de mensen in de binnenstad droge voeten houden. Als het heel dreigend wordt, dan hebben we hier als extra slot op de deur het vloedschotsysteem, waarmee de dijk nog een centimeter 50 extra opgehoogd kan worden. Het systeem moet wel werken en daarom testen wij dat elk jaar. En bovendien, bij zware storm op zee worden we ook nog beschermd door de Maaslandkering. Dit is de Maaslandkering bij Hoek van Holland. Samen met de Hartelkering vormt het de Europoortkering. Die vormen een belangrijke functie, hebben een belangrijke functie in de bescherming van het achterland tegen overstromingen. Tot aan Dordrecht aan toe. Met deze kering en andere keringen beschermen we 2 miljoen mensen tegen het effect van overstromingen vanuit zee. Gebouwd in 1997 en door die bouw was het niet nodig om de dijken op te hogen in bijvoorbeeld de historische binnenstad van Dordrecht. De beslissing om de kering te sluiten is in principe automatisch. Daar worden waterstanden voorspeld, verwacht.
En als die hoger zijn dan 3 meter bij Rotterdam of 2,90 meter bij Dordrecht, dan besluit de computer automatisch dat de kering dicht gaat. Op het moment dat we zien dat de waterstandvoorspelling hoog is, dan stremmen we de scheepvaart. We varen de kerende wand uit. Daar zitten onderin kleppen, die gaan open. De kerende wand vult zich met water en zinkt in het midden van de rivier af. Dat uitvaren en afzinken duurt ongeveer 2 uur. Bij hoogwatersituaties is de samenwerking met waterschappen en de gemeentes uitermate belangrijk om die veiligheid voor de burgers te kunnen garanderen. Als het echt spannend wordt, dan is het heel belangrijk om goed samen te werken en goed informatie uit te wisselen. Rijkswaterstaat weet wat er verwacht wordt, kan voorspellingen doen. En wij kunnen op basis daarvan de juiste beslissingen nemen, juist in die moeilijke omstandigheden. We hebben net op het eiland van Dordt de dijken verzwaard. Het dijkverzwaringsprogramma is daar afgerond. Dat betekent dat we nu gesteld zijn voor onze taak en ook richting de toekomst. Maar we zitten niet stil. We weten dat het klimaat blijft veranderen. We weten nog niet precies hoe. Dus we blijven die dijken monitoren. En als er weer een dijkverzwaringsprogramma nodig is, dan zullen we dat gewoon uitvoeren. We kunnen het simpelweg niet alleen. Beschermen tegen overstroming is iets van ons allemaal. En een goed voorbeeld is onze samenwerking met gemeente Dordrecht. 1 keer per jaar testen we daar de vloedschotten. En dat doen we samen met de gemeente omdat zij de lokale kennis hebben en de know-how om dit op een goede manier uit te voeren. Het vloedschottensysteem in Dordrecht is nodig omdat in de Prinsenstraat, de Voorstraat en de Riedijkse haven de waterkering een halve meter lager ligt dan op de rest van de dijkring rond het eiland van Dordrecht. Als dit er niet was, dan zou het water kunnen overlopen vanuit de woningen aan de Voorstraat naar het binnendijkse gebied in het centrum van Dordrecht. Wij controleren vandaag de vloedschotten van de gemeente Dordrecht. Daarbij controleren we of dat ze nog goed passen, of dat de afsluiting goed is en of dat alles nog functioneert zoals het hoort en dat het ook goed gaat in geval van calamiteit. Ieder adres weten wij van welk vloedschot er zou kunnen passen. Dus we hebben 3 verschillende soorten en per woning is aangegeven welk soort in welke deuropening moet passen. En dan hangen we hem erin. En dan kijken we of dat de afsluiting nog goed is, of dat die goed aangedraaid kan worden. En dan is het check. En als het niet zo is, dan krijgen we een kruisje. En de komende 1 à 2 weken worden dan de kruisjes gerepareerd of hersteld. Deze nog even bekijken. Douwen is bovenin. Je hebt wel eens dat mensen de gevel even iets veranderd hebben. Hij past net even niet. En daar kunnen we dan wat andere maatregelen nemen. Daar zit hij aan. We kunnen hem aanduwen, daar ook. Prima. Op de dag zelf krijgen we de evaluatie. Dan worden in samenwerking met het waterschap de lijsten nagelopen. En dan zien we heel goed wat dan de eventueel op te lossen problemen zijn. Dit systeem wordt eens in de 12 jaar beoordeeld of het nog toekomstbestendig is. Er komen steeds meer nieuwe innovatieve technieken die mogelijk op termijn dit systeem zouden kunnen vervangen. Bijvoorbeeld mobiele waterdammen die je kan vullen met het water uit de rivier, waardoor je ook een goede hoogte krijgt om het water te kunnen keren. Dat soort systemen worden allemaal onderzocht en overleggen met de gemeente Dordrecht. Voor dit stormseizoen weet ik zeker dat we er klaar voor zijn. Alleen met een noordwestenstorm met springtij, dan word ik toch wat zenuwachtiger. We hebben een drukke periode achter de rug. Alle werkzaamheden zijn klaar. Dat moet ook, want we zitten nu aan het begin van het stormseizoen. En dan mogen we niet meer aan de dijken werken. En gelukkig kunnen we zeggen, we hoeven er ook niet aan te werken. We zijn veilig, we zijn klaar voor deze winter.